Je weet, je ouders zijn boer. En iedereen vraagt het altijd. Ja, je bent de oudste zoon, dus ze vragen zo, word je ook boer? Dus je denkt er wel over na, maar ik heb heel lang gedacht ook, dat is niks voor mij. Ik heb ook wel veel boerderij gewerkt. Zowel hier als buitenland en zo. Dus de interesse was er altijd al wel, maar echt boer worden. Dat is eigenlijk pas gekomen op het moment dat ik Nicole ontmoette. Ik bedoel, een van de dingen die waar ik sowieso tegenop zag, was het alleen te gaan doen. En Nicole die wilde het eigenlijk meteen ook heel graag. Nou, ik voel me hier een stuk vrijer op de boerderij dan in Wageningen, waar je de deur open doet en meer in de winkelstraat staat bijvoorbeeld. Dus dat is, ik denk dat het gewoon mooi werk is. Hard werken, maar wel, het geeft wel voldoening, denk ik. Waar zit hier met de kwestie, ga ik het hier overnemen? En een van de problemen daarbij is dat het zo verschrikkelijk duur is. Ik zal waarschijnlijk ongeveer 10 jaar in maatschappij moeten met mijn ouders. In die tijd moeten er dus minstens 2 inkomens uitkomen. En dan nog is het bedrijf dus voor een deel van ons, maar van misschien nog wel een groter deel van de bank. En dan ben ik dus al 36 en volgens mij 35. En dan moeten we het nogmaals in de rest van ons leven gaan terugverdienen. Ik zie een hoop koeien. Waarschijnlijk is het zo dat al het land dat je hier ziet bij het bedrijf hoort. Ik denk dat het een bedrijf er eentje zou kunnen zijn die het wel had in de toekomst. Ja. Ik denk dat dit ook even groter is dan het gemiddelde bedrijf in Nederland. Je gaat investeren hier in een nieuw bedrijf. En ja, maar investeringen die doe je natuurlijk voor je bedrijf. Maar als je op een gegeven moment weg moet, dan heeft ook die investering weer een prijs voor de opkoper. Dus je maakt je niet zo erg druk erover? Nou, kijk, ik zit hier in het Groene Hart en ik vind van mezelf niet dat ik een struggle for life aan moet gaan om het Groene Hart open te houden. Dat is niet aan mij, dat moet de maatschappij willen. Als we zeggen we houden het Groene Hart open, maar vervolgens gebruiken we zuivel en andere landbouwproducten als munitie in de supermarkt. Ja. Dan denk ik, dan wil je niet echt het Groene Hart open houden. Nee. Oh ja, als we zo'n bedrijf in Nederland zouden kunnen hebben, dat spreekt me wel aan. Maar is dat wel haalbaar hier in het Groene Hart? Nou, ik denk niet. Ik denk niet dat het binnen de mogelijkheden ligt ook. Het bedrijf van Freekse ouders, dat kan je nooit ombouwen tot zoiets. Het gaat erom dat je het gebied zo weerbaar maakt tegen de verstedelijking bijvoorbeeld, tegen dreigende aanvallen of echte aanvallen, dat de agrarisch, de landbouw er een kurk voor het gebied kan zijn. Als ik het zo aanhoor, dan denk ik elke keer van god, er zijn wel heel veel plannen voor het gebied. Ja. De groenblauwsdingen, is dat een overkoepelend plan of is dat een van de vele? Of hoe moet ik het zien? En hoe staat het in verhouding tot de andere plannen? Heeft dit meer status? Is dit belangrijker? Ja. Of zijn er geen andere plannen? Verbeeld ik me dat? Nee, ja, er zijn heel veel andere plannen. Er zijn ook heel veel mensen die zich er tegenaan bemoeien, dat is waar. Er zijn ook heel veel instanties die gemeenten, waterschappen, provincie, ministeries, allemaal op dit gebied iets te zeggen hebben. Zoals jullie zien staan we hier nu voor een beetje een hooiberg. Maar deze lijkt van buiten een hooiberg, maar we gaan even een stukje verder kijken. Ja, dan zien we dat het toch niet helemaal een hooiberg is. Dit is eigenlijk een wc-unit. En hier zitten 2 douches in en 2 wc's. En die is voor de camping. Wat ik bijzonder vind in dit bedrijf, wat ik echt knap vind, is dat dit bedrijf
als een van de zeer weinige bedrijven in slaagt om, wat iedereen altijd zegt, dat er zo'n enorme vraag is naar groene diensten, naar recreatiemogelijkheden op het platteland. Dat dit bedrijf erin slaagt om daar inderdaad een aanbod voor te doen. Dus ook wat aan te verdienen. Dan zijn die weer, ook weer tevreden. Is dat natuurbeheersgras? Ja, nou, dit is een extra natuurbeheersgras. Dit komt ook nog een keer uit de slootkanten vandaan. Ook nog een keer? Ja. Dit is te rot zo. Ja. Hoeveel land pachten jullie van natuurmonumenten? Is dat? Ik denk van ongeveer, ja, en pachten en grondgebruikersverklaring ongeveer 60 hectare. Van hoeveel land beheer je in totaal? Met eigen land erbij ongeveer 100 hectare. Ja, dat is wel veel. Deze man hier is zeker wel boer. Nou, de portemonnee moet gevuld worden. Ja. Hij melkt twee keer per dag 100 koeien, dus dat is... Dat is echt wel wat een boer doet, ja. Niet in een boswachter. Om heel cru te zeggen, natuurbescherming heeft meer toekomst dan landbouw eigenlijk. Hier in het Groene Hart natuurlijk. En zodra je dus een combinatie kan vinden tussen landbouw en natuurbeheer, heb je al allicht wat betere kansen. Ik denk toch dat het in het buitenland ligt. Ook omdat... Nou, ik zie hier nog niet, op dit bedrijf nog niet direct een toekomst voor mij effect. In Noorwegen gaan we kijken of ons wat lijkt om daar boer te worden. En het aantrekkelijke van daar gaan kijken is dat je voor een relatief, voor Nederlands begrippen, klein bedrag een voor daar heel groot bedrijf koopt. Ja, dan zie je alweer dat is weer groot is. Dat is een groot deel. Ja. Wij gaan proberen te vragen aan die drie mensen waar we dan geweest zijn. Of het zo is dat in Noorwegen er helemaal niks te verdienen is in een landbouw. Maar dat lijkt ook niet zo te zijn. Nee, daar is absoluut wat te verdienen. Maar dat komt misschien ook wel doordat men meer geneigd is om op meer poten te staan. Ja, ja. Je zit nu heel bedrijfsmatig na te denken van, goh, ik moet daar inkomen hebben, ik moet daar, ik wil een boerderij, ik wil dit, ik wil dat. En denk nog helemaal niet zo na over de emotionele stap die je gaat nemen. Wat voor dingen vallen daar bijvoorbeeld onder? Relatie met familie, met vrienden? Nou, relatie, familie, vrienden. Je verbrandt eigenlijk alle schepen achter je. Ja, dat is best treurig. Jammer. Als het zou gebeuren, hè. Want, maar... ik zou wel even een paar keer moeten slikken, denk ik, als hier... Over 10 jaar mijn ouders naar het dorp verhuizen en dat het dan verkocht wordt aan een gepensioneerde arts en echtpaar of zo, of zoiets. Ja. Jullie laten het Groene Hart aan zijn lot over? Ja, als we weggaan wel. Ja. Maar aan de andere kant is het ook... misschien zou het wel waard zijn om hier je best te doen om het open te houden. Maar goed, als het voor ons persoonlijk de mogelijkheden beter zijn in Noorwegen, dan denk ik toch dat ik daarvoor kies. Ik denk dat het besef nu toch wel begint door te dringen dat de klok echt op 11:55 staat. En dat die niet op is gehouden met tikken. Maar ik wil zeggen dat het gewoon... Ja, als er niet echt wat gebeurt, dat het gewoon echt verdwijnt hier.